Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik had gezegd een tijdje geleden nou eigenlijk 2 dagen geleden, wanneer ik de Flip 8 had gereviewd, ik maakte geen mods op. Maar ja, ik heb toch wel wat erop gemaakt. En ja. Heel veel mensen zeggen het is een handpistool. Oké, het is een handpistool. Maar ik hou hem zo vast, hè? Want dat zo doen is niks. Dus ik heb de stok opgeschroefd. Geschroefd, hè? Dus het kan niet af, alleen met schroefdraaier. Maar ik heb al mijn gereedschap weggedaan. Trouwens, we hebben ook weer een nieuwe nerf erbij. Kijk zo. En dan kan ik hem zo doen. En het zit ook lekker. Het is ook lekker. En hier kan ik echt lekker door richten. Echt serieus. Had ik niet gedacht, maar ik kan er echt lekker door richten. Plus, het is ook nog de switch. Kijk. En ik kan er nog door richten ook. Kijk maar. En dat vind ik cool van de Flip 8. Zaterdag krijg ik de Flip 32. Nou, eerder gezegd, ik ga hem kopen. En geen grapje, ik ga hem echt gewoon oprecht kopen. Want mijn moeder heeft geld aangevraagd en dan kreeg ze ook de 30 euro voor de Flip 32. Dus ja, en ik heb hier aanknallen geplakt. Want van die stickjes van voetbal oranje van de Albertijn. Sommige dingen heeft niks te maken met voetbal. Dus aanknallen. Bijvoorbeeld, kijk, dit is aan en dan. Dat bedoelen ze ermee. Grappig. Ja, en het is gewoon comfortabel. Plus, het is uniek. Want er komen eigenlijk geen flipplasters met een stock attachment point. Meestal met een eigen stock eraan. Zoals bij de Flip 16, Flip 32. Ik heb de reviews van gezien. Maar de Flip 8 verdient gewoon een gemodificeerde stock. Serieus, dat verdient hij echt. Want kijk, anders hield ik hem echt zo vast, hè. En dat was echt geen happy. Maar dat stond echt. Want dat leek zacht recht. Echt. Maar ook echt heel gek eruit. En dit is echt nog comfortabel. De Retaliator stock, die is ook gewoon fijn. Die is gewoon fijn. Oprecht. Maar trouwens, wat ik nog niet heb verteld is. Ik heb een nieuwe nerf erbij. Oh, wat of dat zei ik al, ja. Commander Elite 2.0. Want huisgenootje van mij, die heet Debian. En die had deze van Sinterklaas gekregen maandagavond. Maar ik heb gisteren dus mijn gereedschap aan hem gegeven, gratis. Want hij weet niet echt wat van ruilen. Hoe dat gaat, ja. Wel een klein beetje, maar dat doe ik hem niet aan. Niks, niet aan. Hij moet ook gewoon zijn ding houden. Maar de wou die, want kijk, hoor dit. De trigger is niet meer happy. Dacht hij dat het hier zat? Dus heeft hij daar helemaal open gemaakt en helemaal kapot gemaakt. En hij laat nog wel. En doe ik hem naar voren. Laat nog wel. Schiet ook nog wel mooi hard. X weer. En hij hoeft hem ook niet meer te hebben zelfs. Hij hoeft hem niet eens meer. Dus het is van mij. Het is van mij. Even over de dingetjes wat je erop kan doen. Hier heb je een Pearl Exchange Point. Voor als je perls hebt. Bijvoorbeeld, je hebt de perl van de Recon MK2. Douw hem er mooi op, want die is nuttig. Hier heb je een Stock Attachment Point. Heb je de Raider Stock? Kleur hem erop. Hier nog een tactical rail. Hier een tactical rail. Hier een tactical rail. Heel mooi. Echt heel mooi. En hij werkt een beetje volgens hoe dat moet. Ik zou wel eventjes schieten. Zo schiet hij een beetje. Zo doet hij eens. Ik heb een nieuwe nerf. Ben ook wat weer blij eigenlijk, zegt de commander heb. Ik miste hem. Ik miste de commander serieus erg. Het is een goede plaster, het is mooi. Maar we hadden het over de flip.
8. En flip 8 vind ik trouwens ook nog wel een van de mooiste. Het is een van mijn favorietste. En ja, ik weet, dat klinkt heel erg gek. Maar dat is gewoon echt zo. Het is nog een van mijn favorietste. Een flipblaster. Het is gewoon heel cool. Het is zo mooi. Het is uniek. En het enige waar Flipshots bekend en ook echt uniek voor zijn is dit. Dat ze flippen. De perels. Je hebt 2 perels. Elke flip. Shot. Ik zal nog wel even schieten. En ze schieten redelijk goed. Maar deze mat is comfortabel. Ik weet niet, maar het is echt comfortabel. Het is comfortabel. Echt comfortabel. Ja, begrepen. Comfortabel. En hier staat ze bekend op voor de flipping. Voor de flip. Ja, echt heel bekend. En ook heel mooi. Oh ja, en trouwens, aan deze kant heb ik one-off gedaan. Omdat het een van mijn favorietste nu nog is. Het is nu nog een van mijn favorietste blasters. Tot nu toe. Er komt nog een flipshot aan. En ik denk die ook nog mijn favoriete wordt. Want dat is een lever action blaster. Dan heb je hier bijvoorbeeld. Hier heb je een grip. Doe je zo. Gaat de barrel gaat dan zo. Maar je hebt dan bij de flip 32 heb je hier wat. En dan doe je. Zoiets, de lever action hebben ze. Heeft die dan, hè? Die heeft de lever action, de flip 32. En dat is gewoon waarom ik hem wil hebben. Maar ik wil eigenlijk alle 3 de flip lasten. Dus ik heb hier al 1. Zaterdag krijg ik de flip 32. Maar ik ga daarna direct sparen voor de flip 16. 40 euro. Hooguit 2 maanden, 3 maanden. Toch die 40 euro een beetje kan hebben. Dus dat is niet lang of zo. Hooguit 4 maanden. Dus. Ja, en ik ben gewoon blij met de flipshot. 8. Nu al met de flip 8 ben ik al blij. En meestal hou ik hem rechterhand op de grip en dan zo. Maar ik kan het ook zo doen. Kijk, zo. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. En ik vind het gewoon leuk, want deze Elite 2.0 Blaster is niet alleen blauw en oranje. Hier heb je wit en hier heb je groen. En hier ook wel groen en hier groen. Maar het is een keer iets mooiers en het is van Nerf. Zie je dat vaak? Nee. Alleen bij de flipblasters. Dus als je flipblaster hebt, hou hem. En verkoop hem uiterlijk tegen de 50 euro, 40 euro. Als je hem wilt verkopen. Want die dingen zijn bijzonder. En niet alleen maar een beetje bijzonder, echt heel bijzonder. Ik vind dit een hele bijzondere flipshot. De flip 32 ga ik ook, denk ik, super leuk vinden. Want het gaat een hele leuke worden. Ik kan het nu al voelen. Ik denk dat een beetje de flip 32. Hier daar zit de grip, denk ik. Doe hier die kleppen. Top. Het kan allemaal. Maar ik vind het helemaal mooi. Ja, ik vind flipshots mooi. En hier heb ik nu een normale Nerf Elite 2.0 plaster. Oranje en blauw en een klein beetje grijs. En hier zat. Dat is niks anders. Dat is niks.
Maar als ik nou naar deze kijk. Het is cool. Het is mooi. Maar het heeft meer kleuren. En ja, je zag het. Ik ging hem flippen. En af en toe heeft hij dit probleempje. Maar dit probleempje heeft hij wel vaak. Nou, niet vaak. Maar ik denk dan van ja. Doe dan niet zo kinderachtig. Ga hem gewoon met je hand een beetje naar boven doen. Als je met je handje naar boven doet, dan zit je ook gewoon vast hoor. Het is niet moeilijk doen. Heel veel mensen maken de fout om te zeggen dat het een foutje is van Nerf. Maar daar kan Nerf niet aan doen. Daar kunnen ze niks aan doen. Dat gaat binnen de plaster. En daar kunnen ze niks aan doen. Want dat doet het gewoon normaal. Dus racistische koppen, doe niet zo. Want het is een prachtige Nerf. Hij doet gewoon. En af en toe heeft hij gewoon foutjes. Maar dan moeten jullie maar waarderen. Want dan waardeer ik niet van jullie. Dat jullie zo achterlijk doen. Is dat begrepen? Jullie kennen nog problemen krijgen als ik achterkom waar jullie wonen. En ik vind dat heel niet leuk van jullie. Trouwens, en ja. Je kan de stok ook nog inklappen. Want het is gewoon de gemodified Spectre stok. Maar dan met de retaliator stok erop. Dus ik kan hem ook gewoon zo doen. Maar ik hou hem gewoon liever zo. Want dan kan ik hem gewoon goed richten. Het is gewoon fijn. Het is gewoon fijn. Maar kijk dan weer naar deze. Deze vind ik ook wel leuk. Dan vind ik deze ook leuk. De flip heeft no tactical rails. Maar dat mateer ik. Want hij heeft een side. En ik zeg niet vaak dat als een plaster, net als de SPL, een side heeft, dat ik het mooi vind. Want de SPL, zijn side, vond ik echt om dood te gaan. Hij had Peter en Ted Corilde kunnen zetten, maar dan hadden mensen nog kunnen kiezen wat ze wouden. Maar bij de flip, maar neer ik gewoon nu die is. Ik weet niet, ik snap het niet. Maar poeien. Maar de commando vind ik ook wel leuk. Ja. Ik vind dit ook wel een leuke plaster, de commande. Ik vind het een hele leuke plaster. Maar de leukste plaster tot nu toe vind ik de flip. En als ik de flip niet had, vond ik deze. En echt oprecht. Echt oprecht. Als ik de flip niet had, vond ik deze echt heel leuk. Ik vind hem ook wel heel leuk. Maar ik zou eerder de flip pakken. Maar dat is ook logisch, want de flip is ook goed. En ja, ik heb jullie al een beetje alles uitgelegd. En ja, tot de volgende video. En jullie gaan sowieso deze flip nog zien in de volgende video. Gegarandeerd.